Hoi allemaal, welkom bij Robby's Moestuin. Vandaag in Robby's Moestuin gaan we aardappeltjes poten. Nou, ik heb dit jaar gekozen voor 3 soorten. Ik heb de Roosevelt aardappeltjes. Daar heb ik ook nog een leuk receptje van staan op mijn YouTube kanaal. En Irene aardappeltjes. Deze heb ik voor laten spruiten zoals je kunt zien. Dat zijn deze sprietjes. En dit jaar helemaal nieuw voor mij. Zijn de zoete aardappels. Nou heb ik er 3. Deze 2 gaan in zijn geheel in de grond. En ik heb er ook 1 in 6 gesneden. In de hoop dat ik een hogere opbrengst ga krijgen. Maar wat ik al zei, het is nieuw voor mij. Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Nou, het poten van aardappels is natuurlijk heel makkelijk. Boren met de hand gewoon boren. Een gat in de grond. We laten de aardappel met het spruitstukje omhoog erin zakken. We maken het gaatje zo meteen dicht en dan harken we er een bult overheen, zodat het plantje wat meer ruimte heeft om zijn aardappeltjes te ontwikkelen. Nou, om het allemaal een klein beetje interessanter te maken, gaan we ook weer aardappeltjes kweken in een emmer. Ik heb hier een emmer van 10 liter, daar zit gewoon een vuilniszak in. En ik heb in de emmer heb ik onderin gaatjes geprikt, zodat het overtollige water weg kan lopen. En in de vuilniszak ook. Deze emmer die vul ik voor 15 centimeter met compost. Druk hem een klein beetje aan. En in een emmer van 10 liter leg ik 4 aardappeltjes. In dit geval de Roosevelt aardappeltjes. En dan ziet het er zo uit. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ja. Dit dek ik af. Met weer 10 centimeter compost. En dan laten we hem zo staan. En op het moment dat het plantje door de grond heen komt, leggen we er weer een 10 centimeter compost op. En zo laten we het doorgaan totdat de plant zeg maar helemaal boven de rand uitkomt. Dus dat die tot hier gevuld is met potgrond. Nou heb ik er nog één. En in deze doe ik eigenlijk van elk soort doe ik er 2 in. Hij is iets groter als de 10 liter emmer. Dus ik doe er 2 rozenvalletjes in. 2 Irene aardappeltjes. En 2 stukjes van de zoete aardappel. Ik dek hem zo even af. En dan hopen we dat het er leuk uitziet. En dan ben ik ook benieuwd als ik hem leeg haal. Welke aardappel nou eigenlijk het grootst en het meest heeft opgeleverd. Nou, ik wens jullie heel veel succes met het poten van je aardappels, zowel in je moestuin of in een emmer. Dit kan prima op je balkon. Dus ik zou zeggen, probeer het uit. Dit was Robby's Moestuin. Tot de volgende keer.